Peggy wil nieuwe kleren. Helaas kan ze het zich alleen veroorloven om een jurk van papier te maken. Oepsie. Het ontwerp is niet zo slecht. Voeg een paar bandjes toe. Laten we nu de schoenen maken. Het past bij de outfit. Een sjaal maakt haar look compleet. Haar kleren zijn bedekt met vuil en vlekken. Geen trendy prins. Peggy is blij dat ze Shelly's moeder is. De baby is ingepakt met een krant. Maar de baby is gelukkig in de armen van haar moeder. Het is Peggy's geluksdag. Ik heb een heel stuk brood gevonden. Oh, kijk daar eens. De vuilnisbakken zijn uit zichzelf gevallen. Oh, het komt allemaal door de katten. Ik heb jullie door. De armen hebben honger. Nou, er is genoeg brood voor iedereen. De katten genieten van hun eten. Lieverd, ik ben thuis. Oeps, ik ben niet alleen. Neem wat brood, lieverd. Deelde het vriendelijke meisje met de huisdieren. Ze hebben plezier samen. Iedereen is gevoed en gelukkig. Deze doos zal van pas komen. Knip een deel uit een container uit. Alles is bedekt met zilver. Giet er een fonkelende glitter in. Maak een drankhouder vast. Een machine om flesvoeding te maken helpt de jonge mama's. Miranda is de moeder van Sue. Dit gezin heeft genoeg geld voor alles. De baby is verwend. Ze drinkt geen gewone melk. Hallo, we hebben de machine nodig om flesvoeding te maken. Hier is de levering. Wauw, dat was snel. Geweldige service. Kijk eens wat daar is. Mooi. Zodra je de beker in de machine zet, mengt hij een kleurige melk. Het is klaar. Je gaat het geweldig vinden. Haar baby geniet er echt van. Wat is dat voor magie? Waar komen die bloemen vandaan? Stacy was aan het zonnebaden op een lichtstoel. Ik hoop dat je een goede reden hebt om mijn vrije tijd te verstoren. Dit kan maar beter een prachtige transformatie zijn. Je raadt het al. Roze lippenstift en gouden oogschaduw. Luxe cosmetica. Oh, ik ben onberispelijk. Neem stof voor de jurk. Weldra is een rok klaar. Maak de jurk af met een korset. Het past perfect. Neem een bondcape. Je ziet er perfect mee uit. Stacy neemt haar chihuahua mee, die overal een diamanten halsband draagt. Superrijke mama zwemt in luxe. Geen wonder dat zelfs in de badkamer alles bedekt is met geld en goudstaven. Mijn prinses is vies geworden na een wandeling en onze puppy ook. Oh, ik moet ze wassen. Zit stil. Dan zal ik onze hond wassen. Oh, ik werd afgeleid. Robbie, help! Een minuutje en hij haast zich om te helpen. Hoe kan ik u helpen, juffrouw? Begrepen, ik moet alles schoon en rustig maken. De robot kalmeert de baby onmiddellijk en wast haar. Gelukkig ben ik superrijk en kan ik me zo'n nuttig hulpje veroorloven. Wauw, er zijn zoveel kleurrijke kralen. Doe ze op bindgaren. Bind de zijkanten vast. Voeg spiesjes toe. Een massageapparaat zal je vermoeide spieren beter laten voelen. Mama wiegt de baby in haar armen. Twinkel, twinkel, kleine ster. Droom zacht. Oh, mijn rug. Ik kan niet wachten tot je zelf in slaap kan vallen. Kralen en spiesjes. We kunnen er iets van maken. En het is klaar. Peggy heeft een geweldige massage gemaakt. Dat is lekker. Ik voel me veel beter. Nu zit ik vol energie en ben ik klaar om weer aan het ouderschap te beginnen. Haal een lampje zo uit elkaar. Verf het stuk zilver. Strooi er wat glitter op. Er zit een donzig matras in. En hangende juweelkralen zullen leuk zijn voor de baby om naar te kijken. Rijke mensen huilen ook. Vooral kinderen.
De baby huilt al 5 minuten. Lieverd, rustig maar. Misschien ben je ziek? Nee, alles is in orde. Wil je met je vriendje Olaf spelen? Alweer niet? Ik kan niet tegen al het lawaai. Hoe kan ik haar laten stoppen? Lalilu heeft een oplossing. Wauw, bedankt! Een wipstoeltje. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ga liggen, baby. Druk op een knop. En het wiegt je in slaap. En ik kan eindelijk een kop koffie drinken. Neem de wielen van een oude auto. Installeer een gouden kist. Wat magie! Een kinderwagen verscheen op de spiezen. Voeg een kanten baldakijn toe en een plank voor kleine dingen. Schitterend! De matras moet van goud zijn. Een mobiel in de vorm van een maan met hangers zal de baby afleiden. Verbind een grote strassteen met hulpstuk en een kraal. Een afstandsbediening om een kinderwagen te besturen is klaar. Stacy en haar dochter gaan picknicken. Wat zullen we gaan doen? Geldhuisjes bouwen klinkt echt leuk. Hoe meer geld, hoe beter. Robbie! We hebben een comfortabele plek nodig om uit te rusten. De assistent bracht een unieke wandelwagen met een afstandsbediening. De baby slaapt en mama ontspant op de bank. Ik kan mijn dochter in de wandelwagen rijden en tegelijkertijd met mijn vriend praten. Hé, hoe gaat het? Wauw, er is zoveel spul. We hebben een container nodig. Verf het stuk bruin. Neem wat schors. Bedek het. Een oude spons zal een matras zijn. Doe er wat krantenpapier bij. De baby zal het leuk vinden. Peggy kwam in een nieuwe supermarkt. Oh, er zijn zoveel spullen. Ik kan niet eens kiezen. Maar ik heb geen geld. Ik hoor een baby huilen. Maar waar komt het vandaan? Oh, ik dacht dat je daar eten had. Waarom gebruik je zo'n draagzak? Probeer dit eens. Het is veel handiger. Dat vinden onze klanten ook. Een baby kan geen nee zeggen tegen melk. Het is van jou. Oh, ze vindt het leuk. Bedankt, je bent zo aardig. Bye. Wauw, er zijn zoveel versieringen. We hebben een bloem nodig. Er is een nieuwe wijzerplaat in het midden. Doe het horloge aan een bandje. Een smartwatch gecombineerd met een smarthanger zal van pas komen voor moeders van actieve kinderen. Miranda's superrijke vriendin kwam haar opzoeken. Stacy, hallo. Ik wilde je al een hele tijd bezoeken. Natuurlijk ben ik niet met lege handen gekomen. Heb je gehoord over dit nieuwe smartwatch met een hanger? Veel plezier ermee. Wauw, ik heb gedroomd over een als deze. Ik vind het geweldig. Laten we het vieren met een drankje. Terwijl de moeders praten, besloten hun kinderen zich te verstoppen. Oh, waar zijn ze gebleven? Ik ben zo ongerust. Wacht, je hebt een smartwatch. We zullen ze meteen vinden. Eén telefoontje was genoeg om de baby's te vinden. De kinderen zijn weer bij hun moeders. Allemaal dankzij Stacy's geschenk. Laten we een leertafel maken. Een oud palet plus een frame. Zet een tablet op poten. Bevestig de belangrijkste zakelijke grafieken en diagrammen. Dit is een cursus voor toekomstige miljardairs. Verf de poten groen en versier ze met glitters. De vrienden volgen een businesscursus. Wil je nog meer verdienen en je kapitaal vermenigvuldigen? Het is gemakkelijk. Dat klinkt interessant. De robot laat leerlingen wat grafieken en diagrammen zien. Goed gedaan, Robbie. Heb je alles onthouden? Natuurlijk. Stacy heeft het snelst geleerd en voelt zich klaar om deze kennis in het echte leven toe te passen. Bye. Kruis houten spiezen. Verf het hout roze. Pluk een paar bloemen. Nu ruiken de schommels als een tuin. Neem een stoel en een rugleuning voor de stoel. De zijkanten zullen de baby's beschermen tegen vallen.
Elke stoel hangt aan dikke touwen. Laten we schommelen. Lieverd, kijk eens naar deze mooie schommels. Maak maar een ritje, dan neemt mama even pauze. De robot zag dat de baby hulp nodig had. Hij hing een ketting met diamanten op. En nu schommelt hij de baby. De baby huilde en nu lacht ze. Toen kwam Miranda. Mijn baby wilt ook schommelen. Ik heb hier geen tijd voor, maar ik heb geld. De oppas kan dit wel aan en krijgt een leuke beloning. En hier is Peggy. Mama schommelt haar dochter zelf. Ze wordt een beetje moe. Tjoe. Maar de dochter voelt zich verzorgd en geliefd. Alle drie de moeders zijn vriendinnen geworden. Als je het over je kinderen hebt, hoef je niet te pronken met je rijkdom. Want het moederschap is vrij universeel.